Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag is een Bengaalse tijgerkat gespot hier in zijn natuurlijke habitat. En het is heel spannend om mee te maken. Het is de eerste keer in Nederland. En ik ben blij dat wij dit voor de eerste keer zien. En het is heel bijzonder dat hij hier komt. We denken dat hij uit Duitsland komt. En het is best spannend, want hij kan dus meteen opeten. Alleen hij is nog een welpje, maar ik zie jullie zo weer na de break. Een hele korte. Doei. Dank u. Ja. We weten nu meer. Hij eet graag kaas. Alleen we hebben geen kaas bij ons, dus dat is best onhandig. Maar wij gaan proberen hier nu een hele mooie aflevering van te maken van deze kat. Hij ligt zich nu schoon. In zijn natuurlijke habitat. Ja, hij moet wel mooi eruit zien. Gelukkig is hij nog niet aan het jagen, want hij is een welpje. Hij moet 2 jaar zijn om te eerst te gaan jagen. Dan gaat hij mee met zijn vader en moeder. Hij is nog steeds schoonmaken. Wat gaat hij doen? Hij gaat naar zijn prooi. Maar er is geen prooi. Maar hij is even schoon. Wat gaat hij doen? Gaat hij naar zijn hol? Waar gaat hij heen? Gelukkig ziet hij ons niet, denk ik. Hij ziet ons niet. Waar gaat hij naartoe? Wat is dit voor plek? Waar gaat hij naartoe? Waar heeft hij ons gebracht? Staat hier. Midden. Hiervan. Nee, ik kon niet erbij. We hebben hem afgeschot. Doei, tot de volgende aflevering. The end.